Dag lieve Esther. Papa en mama zijn bij je. Want je weet niet of ze je hoort. En ja, dat was een heel moeilijk moment. Het was een warme donderdag. Net na onze vakantie. En ja, ik moest nog 2 weken zwanger. En het was een warme dag. En ik had geen puf meer om nog ja, naar het strand of de zee te gaan. Na het avondeten ging mijn man Cor met Sam van 8 en Esther van bijna 6 naar dat strand, even ballen nog. Dat havenhoofd, dat zijn er dan 2 waar de boten binnenvaren. En ja, dat is vooral zomers een heel geliefd plekje om te wandelen. Het is ook heel breed. Ja, er lopen hele gezinnen met kinderwagens, mensen skateboarden daar, mensen gaan op brommertjes, fietsers. En het is vrij druk. Dus het is echt niet, als je daar bent, dat je denkt van oeh, wat een gevaarlijke plek. Maar er zitten dus aan de binnenkant geen hekken. Dus aan de buitenkant van het havenhoofd heb je eigenlijk het strand. En een stukje verderop heb je die grote basaltblokken. Dus het oogt helemaal niet eng. Maar als het ebb is, dan is er dus aan de havenkant wel, dan kijk je naar beneden en denk je wow, dan is het wel 7, 8 meter hoog en dan zie je ook wat rotsen bloot liggen. Daar aangekomen was Sam zijn bal vergeten, dus die kwam weer terug naar huis om zijn bal te halen. En mijn man dacht, wat duurt dat lang? En nou weet je wat, we gaan alvast terug. Dus hij ging al met Esther terug het havenhoofd af richting de boulevard, toen hij dus Sam dus ineens aan zag komen fietsen. Maar ja, toen kwam hij aanfietsen, toch met die bal onder zijn arm en toch fietste hij aan die gevaarlijke kant. Dus ja, mijn man was helemaal gefixeerd op zijn zoontje van 8. Van oeh, als dat maar goed gaat. En tegelijkertijd gebeurde dus achter zijn rug dat Esther, ja, niemand heeft het echt gezien, maar die is dus achter zijn rug eraf gevallen met haar fiets. Toen die omkeek en haar niet meer zag en dus over die rand keek, toen, ja, toen besefte die in een seconde van dit is zo verkeerd. Dit is erop of eronder, dood of levend. Van het ene moment op het andere moment staat zijn leven op zijn kop. Nou, ik zat dus thuis. Ik dacht, het is 8:30, ze zullen zo thuis komen. Ik steek alvast wat kaarsjes aan en dan komen ze thuis en dan drinken we een bakje koffie. Ja, ik zat mijn krantje te lezen. We hadden onze christelijke boekwinkel die dan in de zomermaanden 's avonds open was tot 9:00. En dan, ja, het was niet druk. Dus ik zat daar gewoon in de huiskamer te wachten. Maar ik hoorde wel behoorlijk wat sirenes. En dat ik dacht van zo, daar is wel iets heel ergs gebeurd. Maar dat hoor je dus heel vaak in Scheveningen. Dus ja, aan de andere kant ja, denk je niet gelijk, oh dat zal wel voor ons zijn. Toen Esther gevallen was en Cor daar over de hand lag te kijken, toen zaten er op datzelfde moment ook een vader met zijn 2 zonen te vissen op het havenhoofd waar het in een bocht loopt. Nou, de vader Tom die is was onze ouderling in de Oude Kerk Scheveningen. En zijn zonen die werken bij de KNRM notabene. Tom zelf is toen dat trapje afgedaald. En hij heeft toen ja, Esther's hoofd ondersteund. En zijn zonen die dus de KNRM hadden ingeschakeld, die kwam toen vanaf het water met een grote boot, maar ook een klein bootje. Die zijn uitgestapt en die hebben Esther geholpen om in een takelbak te krijgen. Want de brandweer die kwam vanaf het havenhoofd met een speciale brandweerwagen met een takel daaraan. En hun hebben toen ja, op die glibberige rotsen zijn ze geweest en hebben haar zo goed en kwaad als het kan geholpen om in die takelbak te komen.
ja, tot ik op een gegeven moment de winkelbel hoorde en daar een politieman binnenkwam. Die zei ook eigenlijk als eerste, je dochter is van het havenhoofd gevallen. En ja, ik had altijd tegen mijn kinderen gezegd, als je weg bij die rand, want als je daar afvalt, dat overleef je niet. Dus ja, ik vroeg als eerste, leeft ze nog? Ja, ze leeft nog wel. Dus dat, ja, daar was ik blij om, maar ik was ook, ja, de grond zinkt onder je voeten weg, dus je kan eigenlijk niet meer denken. Dus die politieagent die heeft de kaarsjes daar uitgeblazen en die zei, ja, je moet zo snel mogelijk in de politieauto stappen en mee. En dan kom je bij bij dat havenhoofd, bij de plek des onheils, en dan zie je dus ambulance, traumahelikopter, allemaal brandweermensen, KNRM. Het was hoogzomer, dus het was hartstikke druk daar. En dan zie je dat allemaal en dan denk je, ja, dit is heel erg. Wij werden dus door de politie bij het Erasmus gebracht. Dus mijn man en mijn zoontje. Wij zijn daar in die wachtkamer al op onze knieën gegaan om God te smeken of hij haar leven wilde sparen. Toen we de volgende ochtend bij haar mochten, toen, dan durf je eigenlijk die afdeling niet op, die kamer niet in. Maar ook weer wel, want je wil heel graag bij je dochter zijn, maar je bent ook heel bang voor wat je aantreft. Hoe gehavend is ze? Ja, als een gebroken poppetje in dat bed. Dag, lieve Esther. Ja. Papa en mama zijn bij je. En ja, want je weet niet of ze je hoort. En ja, dat was een heel moeilijk moment. Ze leefde nog wel, gelukkig. En dat gaf ons ook hoop, dat ze nog leefde. Achteraf hoorden we dat ze maar 2% overlevingskans had. Dat is heel weinig, alleen overlevingskans. En op een gegeven moment kwam de hersenchirurg ook naar ons toe. Wij willen haar opereren, haar hersenen opereren, want het gaat niet goed. Want ze heeft een grote hersenbloeding en heel veel kleine puntbloedingen. Maar hij dacht, door die grote hersenbloedingen kan zij komen te overlijden. En toen spraken we hem weer na die scan en toen zei hij, nou, tot mijn grote verrassing en verbazing is de hersenbloeding kleiner geworden. Dus we hoeven haar niet te opereren. Nou ja, dat zie je dan gelijk alweer als een gebedsverhoring. Ja, op een gegeven moment wilden ze dus ook een MRI-scan bij haar doen. Daar zie je dus veel meer op dan op een CT-scan. En na 2 uur dat die MRI-scan was afgelopen, kregen we de uitslag en die sloeg eigenlijk de grond onder onze voeten weg, want die was nog erger dan we hadden kunnen bedenken. In de diepere delen van haar hersenen was het kapot. En dan zei de hersenchirurg ook, ja, wat kapot is, is kapot. En ja, hij zei ook, dit is wel een heel zwaar bericht, dus neem even je tijd en laat het even bezinken. Op 22 augustus, dus een dag voor de uitgerekende datum, waren we weer bij Esther. Mijn man die was er en hij buigt zich overheen en geeft Esther een kusje. En ja, Esther die ging dus glimlachen. En ja, de hersenchirurg had gezegd, ja, als een coma-patiënt reageert, dan is dat een goed teken. En alsof dat mij toch hoop gaf en moed om door te gaan, en kreeg ik 2 uur daarna mijn eerste wee. En toen is ze de volgende dag in alle vroegte zusje Anna geboren in datzelfde ziekenhuis. Op de verjaardag van Esther, want Esther zou die dag 6 jaar worden. Toen ging mijn man naar Esther en toen hij bij haar kwam, ja, toen zei hij, Esther, doe je hand eens omhoog. En toen kon ze haar hand eens omhoog doen. En toen zei hij, Esther, weet je dat je vandaag jarig bent? En toen ging ze knikken. Ja, menselijkerwijs gesproken was ze dus uit coma gekomen. En ja, dat kan je gewoon niet bedenken dat ook
ja, wat je wel hoopt, maar dat het ook uitgerekend op die dag dus ja, werkelijkheid is geworden. En toen hebben we dus zusje Anna naast Esther in bed gelegd. Dat ze dus kennis kon maken met haar nieuwe babyzusje. En ja, dat gaf naast alle zorgen en verdriet die je ook nog hebt, zoveel verwondering dat ze leeft. Ik had niet kunnen bedenken dat ik met twee levende kinderen dat ziekenhuis zou verlaten. Wij geloofden daarvoor ook wel in God. Maar ja, nou, als je zo'n gebeurtenis meemaakt, dan besef je wel ja, hoe groot God is en hoe klein wij zijn. Ja, inmiddels is Esther 14 geworden en ze zit nu in de tweede klas van de HAVO. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is mooi om te zien dat ze ja, inmiddels een jonge dame is geworden die ja, een eigen mening heeft en ook wel beseft wat ze heeft meegemaakt, al is het van horen zeggen. En ja, dat stempelt toch ook wel haar leven.